ben deze ochtend bij mijn ouders thuis. Het is 10 uur. En ik ben hier omdat ik foto's ga maken. En ik heb een mooie, lichte, witte badkamer nodig. En aangezien onze badkamer alleen maar zo van dat oranje licht heeft en niet echt wit is, ben ik naar hier gekomen. Ik heb net Oscar buiten gezet. We zien nu los. Lappe! Nee, denk ik. Oh, ik zal toch maar eens snel gaan kijken. Want als die wegloopt, dan heb ik het aan de stok met mijn zus. En die zit dus aan de leiband, Oscar. Ik weet niet of ik dat alles heb verteld. Maar we hadden altijd een kat, Azara. En die zat wel gewoon los buiten. En toen we van vakantie kwamen, één dag, is die niet meer teruggekomen. En we hebben die nooit gevonden of zo, overal gezocht. Oscar! Ah, ik dacht dat je los was, hè. Maar die heeft wel echt veel plaats om rond te lopen hier. Dus het is niet zo heel zielig. En die wordt ook vaak verschoven. Die zit ook soms van voor in de tuin. Nu zit die van achter en in het midden. Dus zodat die overal eens kan zijn. Ik ben nu bij de nagels bij Harper's Beauty and Nails om mijn nagels te laten doen. Dit zijn ze B4. Ik heb nu lichtblauw. Ik weet nog niet voor welke kleur ik ga gaan. Ik ga zelfs gewoon zien op het moment. Maar zoals je ziet een beetje uitgroei. Het valt wel mee voor 5 weken denk ik. Dus let's go in. Hey, het is ondertussen 5 uur. En ik ben mijn nagels gaan laten doen. En ik ben kei ingezoomd. Oké, beter. Dit zijn mijn nagels nu. Het is heel licht roze. Heel mooi. Woehoe. Ik ben kei blij. Ik heb een bikini van mijn zusje aangedaan. Want ik ben nog naar kantoor geweest. En dan dacht ik, als ik nu terug naar Hasselt moet. En dan voor het barbecue. Want ik ga straks barbecuen bij mijn ouders. Terug naar hier. Dat zou stom zijn. Dus ik ben hier in de zon gaan liggen. Ik ben ondertussen in Beverlo aan het treinstation. Want mijn zusje komt terug van Kot van Antwerpen. Hier is ze. Hallo. Als al bij iets. Oké, nu gaan we naar buiten. Tijd voor barbecue. Gaat het? Mufke was weer een klein beetje ziek, hè, Muf? Hé! Hey. Muf, je ziet het nog aan haar oogje aan die kant weer. En niesjes. Haar hele neus zat echt helemaal verstopt. Dus ik heb haar... Oei! Dus ik heb haar zo neusdruppeltjes moeten geven. En nu is het wel beter. En daar is Milks. Milks! Hé, hey, schat. Hé, hey, schatie. En Shelleke? Shelly! Hey, dag Shelleke! Cuties. Ik ben terug thuis. Sam is er nog niet. Ik denk dat Sam nog even daar iets blijft drinken of zo. Ik weet het niet. Of we stuurden net ook dat hij nog iets met Laurens ging doen. Dus ik heb geen idee. Maar alleszins, het is bijna 10:30 en ik ga slapen, want ik ben moe. En morgen ga ik op collectie zonder Celine. Jawel. Maar het is nodig, want we zijn weer bijna door al onze stok heen. Dus ik ga morgen op collectie, maar ik neem wel Sam eens mee voor de verandering. Dus dat is wel tof. Ik weet nog niet als ik morgen ga vloggen. Ik ga nog zien. Maar alleszins ga ik voor nu de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe zeker duimpjes omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En wij zien jullie
Morgen!